Lijst nummer 12, VHP, Matura. Nummer 12, VHP, Matura. VHP, nummer 1, Matura. Ik had verwacht dat de VHP er goed voor zou staan. Alleen had ik niet verwacht dat mijn naam zo vaak genoemd zou worden. Dat had ik niet verwacht. VHP, kandidaat nummer 1, Matura. Twee dingen die heel belangrijk zijn geweest. Het beleid van de regering, die geen vooruitgang heeft gebracht voor de Surinaamse samenleving. De meeste Surinamers. En die zijn echt, die willen verandering hebben, die willen verbetering hebben, die willen vooruitgang hebben. Dat is één. Nummer 8, NDP, Bolsersen. Tweede is dat ze kijken naar welke partij in de afgelopen periode echt is opgekomen voor het volk, hard heeft gewerkt, vertrouwen heeft uitgestraald en de beste potentie heeft om het land verder te ontwikkelen. Dat zijn denk ik de twee belangrijkste redenen waarom mensen tot deze keuze zijn gekomen. Nummer 8, NDP, Simons. Ziet u dit ook als een afstraffing? Ja, ik denk het. Ik denk van voor elke regering, maakt niet uit welke regering aan de macht komt. Dit is het bewijs dat we er niet zijn als politici voor onszelf. Dat wanneer we in de politiek stappen, dat we een verantwoordelijkheid op ons nemen om het volk te dienen. En dat we dit volk in alle oprechtheid, in eerlijkheid moeten dienen. En dat wanneer we afstappen van deze lijn, dat we het vertrouwen schaden van burgers in de politiek. En dit is het bewijs dat vandaag of morgen het volk met je gaat afrekenen. En het maakt niet uit, vandaag is het NDP, maar het geldt net zoveel voor de VHP en elke andere partij. Lijst nummer 8, NDP, Gopal Rai. Lijst nummer 15, Perichan. Lijst nummer 3, PL, Atmodi Mejo. We zijn nog een long way van het vormen van de regering. Wat ligt er in het verschiet voor Matura? Nou, voor mij, ik weet het niet. Voor mij was het belangrijk van in de verkiezingen gaan, campagne voeren. En verantwoordelijke mensen in het bestuur krijgen. Mensen die heel zorgvuldig omgaan met het geld van het volk. En zorgvuldig omgaan, of laat me het anders zeggen, goed doordachte besluiten nemen. Dat was voor mij heel belangrijk. Daarmee ben ik de verkiezing ingegaan. Niet in gedachten, welke positie dan ook. En ik wacht het resultaat af en ik kijk naar wat de partij gaat beslissen. Voor mij is belangrijk die samenleving dienen. Functie is voor mij niet belangrijk. Toevallig, nu ben ik in de politiek en ik heb afgelopen periode als DNA-lid mijn werk gedaan, maar ook in andere sociale organisaties. En dat gaat blijven voor mij, dat ik beschikbaar ben en dienstbaar ben aan het volk. Er is niet één speciale positie die de politieke Matura ambieert? Nee, absoluut niet. Nee, dit jaar wordt het 40 jaar dat ik die samenleving dien bij de overheid. En het is een hele lange periode. Dus ik heb heel veel gezien, heel veel gehad al. Nummer 12, VHP, Matura. Matura, Matura. En de mensen die hebben gestemd op u? Wat zegt u aan ze? Laat maar die mensen echt uit de grond van mijn hart danken. Ik word even emotioneel, maar echt uit de grond van mijn hart danken voor het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben en in mijn partij. Maar dit is niet het werk alleen van mij. Ik heb ontzettend veel ondersteuning gehad van zoveel mensen in de partij die keihard hebben gewerkt in de afgelopen periode. Heel veel mensen die mij ondersteund hebben met raad en daad. Al die mensen, dit is het resultaat van al die mensen. En ik ben ze heel, heel erkentelijk daarvoor. Echt, ik dank ze. En ik hoop en ik beloof ook dat ik me naar eer en geweten zal blijven inzetten voor dit land. Maar ik wil ook
dat er een nieuwe tijdperk ingezet wordt in Suriname. Een tijdperk van groei en bloei en ontwikkeling. Een tijdperk van eenheid. Een tijdperk waar jongeren perspectief hebben. Een tijdperk waar moeders elke functie en vrouwen elke functie kunnen bekleden zonder zorgen te maken over hun kinderen. En zorgen te maken van drie dubbele banen. Een Suriname waar ondernemers bereid zijn en met plezier in willen investeren. Een Suriname die bekend staat om de producten die we hier fabriceren en exporteren naar het buitenland. Een Suriname die qua imago hoog staat aangeschreven in de wereld. Een Suriname waar het veilig is. Een Suriname waar politici bekend staan om hun integriteit. Dat is de Suriname die ik wil hebben. En waaraan ik wil bijdragen.